Vandaag staan we in Uithoren. De ombouw, de tijdelijke ombouw van aardgas naar waterstof, waar we daadwerkelijk in de praktijk woningen ombouwen van aardgas naar waterstof. Een ombouw kan je op verschillende manieren doen. Wij testen hier één manier. En we willen eigenlijk ook zorgen dat we die ene manier verder ontwikkelen, daarmee de kennis en kunde wat daarvoor nodig is. Maar ook te kijken of toch een andere variant misschien effectiever is, die dan nog beter, slimmer is. Wij hebben gezegd toen we dit hoorden, dit initiatief, ja, daar willen we graag aan meedoen. Omdat het misschien wel een kans wordt voor Uithoorn. Dat weten we nu nog niet, maar ik vind het interessant genoeg om dat te onderzoeken. De ombouw die we hier doen zijn echt woningen die decennia al aardgas draaien, daadwerkelijk naar waterstof gaan ombouwen. Die inzichten die helpen ons om te kijken welke stappen er effectief zijn voor een dergelijke ombouw. Die kennis kunnen we alleen maar opdoen op het moment dat we dit soort praktijktesten gaan doen. Hoe snel kun je een leiding overzetten van het ene gas naar het andere gas? Hoe lang duurt het voordat je een woning omgebouwd hebt? Kom je lekkende leidingen tegen? Kees, zet er maar waterstof op! Wij hebben een nulmeting gedaan en de bestaande gasleidingen uit deze woning van 50 jaar oud gecontroleerd op lekdichtheid. En vervolgens hebben wij voorzieningen aangebracht om de leiding door te spoelen. Want het is belangrijk dat de gasleiding eerst met stikstof wordt doorgespoeld voordat er überhaupt waterstof in de gasleiding komt. Achter ons hebben we een container staan en met die container simuleren we eigenlijk het hoge druknet van Stedin. De waterstof wordt hier niet gemaakt, maar leveren we aan door middel van waterstofflessen. Deze flessen zetten we tijdelijk even in de container neer om op die manier een werkvoorraad te hebben. En in de toekomst zal er waterstof gewoon via bestaande gasnetten gevoed gaan worden. De container bestaat eigenlijk uit een dubbel systeem. Op het moment even dat de ene fles leeg is, dat we hem over kunnen pakken op de andere fles. Zodat we de leveringszekerheid en het doorstromen dat we dat kunnen garanderen. Het is heel belangrijk om te zien dat het niet alleen technisch werkt, maar daar is Stedin natuurlijk degene die absoluut het voortouw neemt om te zorgen dat het kan en dat het veilig kan. Maar voor ons zijn de bewoners ook heel erg belangrijk. We doen hier echt iets nieuws, iets unieks. We denken dat we in de ochtend een ombouw kunnen realiseren van een woning. De impact voor de consumenten is minimaal op het moment even dat je ketel A eruit kunt halen door ketel B. En dan gas A vervangen door gas B. We hebben nog gewoon te weinig waterstof. Maar we willen wel kijken, hoe doen we die ombouw? Wat voor toestellen hebben we daarbij nodig? Maar ook welke aanpassingen zijn er nodig in de woning, buiten de woning en noem het maar op. We krijgen er misschien eerder mee te maken als dat men denkt. Heel veel mensen moeten nu beslissen, wat kies ik? Ik moet mijn cv-ketel vervangen. En die ketel is wel heel belangrijk dat die ook geschikt is voor bijmenging op waterstof. Want de kans is groot dat gedurende de levensduur van de ketel die je nu koopt, het moment komt dat de netbeheerders zeggen, wij willen graag waterstof bijmengen. Het project is geslaagd, niet zozeer als het allemaal vlekloos gaat, maar als we de problemen, de uitdagingen ook in kaart hebben. En gewoon in de praktijk gaan tegenkomen van wat er mogelijk is. Ja, dat is natuurlijk de ultieme doelstelling die we met z'n allen hebben. Hoe kunnen we in de komende 15 jaar de goede keuzes maken om de woning die ervoor klaar is, ook te koppelen aan de warmtebron die in dat project bij die woning het beste past? Ik vind het succesvol als er uitkomt dat waterstof gebruikt kan worden en op grote schaal. Want dat is volgens mij de tweede uitdaging in het hele proces. En ik vind het ook succesvol, maar dat is niet een must, hè, als het ook in Uithoorn toegepast kan worden. Want hier zo wordt aangetoond wat op papier al lang gebleken is. Maar hier wordt het in de praktijk ook bewezen dat het functioneert.